We gaan zo meteen een bord onthullen met daarop de drie ommetjes. De Molenberg ommetje, het Oude Kerkhof ommetje en een toegankelijk ommetje. En toegankelijk moeten we dan zien in het licht van het is begaanbaar voor mensen, bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of die wat slechter ter been zijn. Is er een mooie, al een ommegang geweest hier in Knechtsel. Een soort voorproefje van wat eigenlijk nu wat permanenter karakter krijgt. Ja, dan is het ook Knechtsel, die doet er niet meteen één, maar die gaat er meteen voor drie ommetjes. Ommetjes, als er leuke initiatieven zijn, leuke ideeën zijn van mensen eigenlijk uit de gemeenschap zelf, dan is de gemeente altijd heel graag bereid om te kijken wat we kunnen doen om te faciliteren en mee te denken. Dus zo'n ommetjes die hebben echt wel heel veel waarde, dat is eigenlijk de afgelopen jaren wel weer steeds meer gebleken. Dus alleen daarvoor denk ik al dat het gewoon een ontzettende meerwaarde is voor Knechtsel. Ja, dan gaat het nou dus echt gebeuren. Joke en Lisette, bij deze gaan we het bord onthullen. En zoals je ziet, wandelen doe je in Brabant. En het zijn de wandelknooppunten die op dit bord te zien zijn. Niet de ommetjes zelf, daar hebben we dus die extra foldertjes voor bijgehangen. En op de foldertjes staan de routes wel uitgetekend. En middels knooppunten kun je zeg maar van A naar B. In dit geval denk ik van A naar beter. Ja, we hebben deze folder gemaakt, hè, dat kunnen jullie zien. En die hebben wij niet alleen gemaakt. We hebben die eigenlijk gemaakt met behulp van onze twee fantastische modellen die vandaag ook aanwezig zijn. Dus zoals gezegd, we zijn samen op pad geweest. Zij met hun klompen aan, maar wat je eigenlijk ziet is dat die folder vol staat met supermooie foto's van jullie. En daar hebben jullie eigenlijk hartstikke mooi gedaan, hartstikke goed geregeld. En daar hebben jullie officieel nog niet voor bedankt. En dat wilden we eigenlijk nu gaan doen. Dus kijk zo dadelijk naar al die mooie foto's, want daar staan ze stralend op. Ik heb voor jullie allebei iets bij. En volgens mij hierachter hebben we ook nog iets voor jullie. Heel erg bedankt. En deze is voor jou. Dank je wel. En een bloemetje erbij. Alsjeblieft. Ja, om de foto's te verdelen, zullen vast een mooie plekje krijgen bij jullie aan de muur. Wat wij ook op andere plaatsen gedaan hebben, is dat we bij zo'n toegankelijk ommetje namens het platform een picknicktafel neerzetten. En dat is een picknicktafel die ook toegankelijk is voor mensen in een rolstoel. Dus er is een bepaalde, dat steekt over en dan kun je daar aan zitten. En die picknicktafel die wordt geplaatst bij het Oude Kerkhof. Goed, mensen, welkom hier op het meest historische plekje van Knechtsel, mag ik wel zeggen. Want hier heeft de oude kerk gestaan. En ze noemen het wel het Oude Kerkhof, maar het is helemaal geen kerkhof, want er ligt maar één man begraven. En dat is Pastoor Eike. De laan waar je doorgewandeld hebt, die heet de Pastoor Eikelaan. En daar draait eigenlijk hier zo'n beetje alles om. Dat kerkenis heeft dienst gedaan tot 1648. Toen
op het einde van de 80-jarige oorlog werd de katholieke eredienst, de katholieke godsdienst, werd verboden. En toen werd alles in beslag genomen, de kerken en zo, door de protestanten. Ook deze kerk. Nou, we zijn nu inderdaad bij het oude kerkhof Bland. Het eindpunt van deze opening. En ik moet zeggen dat ze het heel goed georganiseerd hebben. En ik hoop dat heel veel mensen gebruik gaan maken van dit bijzondere toegankelijke ommetje, want het is ook nog historisch. Ik rijd hier met een handbewogen rolstoel. Dus daarom is dit voor mij sowieso toegankelijk. Maar in principe is het de bedoeling dat dit ommetje toegankelijk is voor mensen die slechterbeen zijn. Met een rollator, met een rolstoel, met een kinderwagen. En je wil ook wel zoiets met je kleine kind op een fietsje de bossen in. En daar is een toegankelijk ommetje voor. Ik vind het heel bijzonder dat dit toegankelijk ommetje ook langs de historische plekjes van Knechtsel komt. En dat het daarom, want we zijn nu jaren bezig geweest om dit te realiseren. En toen kwamen we erachter dat ze bezig waren met historische ommetjes. En toen bleek een groot gedeelte van die ommetjes, bleek het toegankelijk ommetje dat wij uitgezet hadden, te overlappen. Nou, twee vliegen in één klap. Wat wil je nog meer? Toch is het altijd een lief plekje geweest. En er kwamen zowel jong en oud, verliefde paardjes hebben misschien daar onder die boom elkaar de eerste zoen gegeven, wie weet. En ja, dan wil ik daarmee besluiten met dat ene paardje wat ik hier ooit getroffen heb. Die zaten daar op dat bankje en ze zaten daar stil elkaar te beminnen. Het was muisstil. Toen zei de jongen ineens om de stilte te verbreken, hey, rook jij soms? Nee, ik rook niet, zegt het meidje. Drink ik het dan soms? Nee, ik ga nooit naar een café. Ga je dan nooit naar een film, een seksfilm of iets? Nee, zegt het meidje. Ik ben nog nooit naar de bioscoop geweest. Wat ben je er dan voor een, zegt de jongen. Doe je nou nooit iets geks, iets wat je niet mag? Ja, zegt het meidje. Ik lieg veel. Hier wou ik het bij laten. Het zou natuurlijk praktisch zijn als alles een ommetje was. Dat het toegankelijk niet voor hoeft te staan. Maar ja, je kunt natuurlijk slechts alle bossen, alle wegen helemaal 100% toegankelijk maken. Ja, daar is natuurlijk, druist in ook natuurlijk tegen de natuur. Vandaag hebben we geluk. Moet eens kijken, het zonnetje begint te schijnen. Dus altijd erop uit, in beweging blijven, met of zonder beperking, frisse neus halen. Dat doet de mens goed.